Hoi, mijn naam is Bas. Ik ben 21 jaar oud en ik zit nu op de ALO in Amsterdam. Ik heb hiervoor sport en bewegen gedaan in Hilversum. En daar heb ik het versnelde traject gevolgd waarin ik in 3 jaar met mbo niveau 4 ben afgestudeerd. Ik ben doorgaan studeren omdat het mbo college eigenlijk heel goed afging. Ik het versnelde traject ook goed doorkwam. En ik eigenlijk nog meer uitdaging zocht om verder door te komen. Mijn uiteindelijke doel met deze opleiding is dat ik voor de klas mag staan. Op het basisschoolonderwijs of in het voortgezet onderwijs. Maar ik heb vooral ervaring op de basisschool nu opgedaan. Ik heb mijn mbo-tijd heel erg prettig ervaren. Ik heb heel veel mogen bewegen en geleerd over het lesgeven in bewegen. Waarin je in het eerste en tweede jaar heel veel praktijk op school krijgt. En daarna ook steeds meer praktijkervaring gaat opdoen in je stages. Waarbij je les gaat geven en zelf ook uitleg geeft en leert instrueren van andere mensen. En vanuit mijn stages ben ik dan ook daarin verder gegaan als werken. De dingen die ik doe, die vind ik heel erg leuk. Zo ben ik ook na mijn stages blijven hangen bij de bedrijven waar ik nu werk. Daar werk ik nu als bijbaan in de buitensport en in het skiën. En daarin zit ik dus regelmatig weekenden in België nu naast mijn studie. Waarin ik dan mountainbiken, klimmen, abseilen, kanoën als activiteiten aanbied. En in het winterseizoen ben ik een paar weken in Oostenrijk waar ik dan skiles geef, voornamelijk in de vakanties. En daarin merk ik dat alles wat ik nu leer en wat ik al geleerd heb, dat kan heel mooi terugkomen in de praktijk. En zo kan ik ook veel meer ervaring opdoen dan klasgenoten die nog geen vooropleiding hebben gedaan in deze richting. Omdat ik al werkzaam ben in dezelfde branche richting. Mijn leukste moment was eigenlijk dat ik na mijn skidiploma 2 weken stage heb gelopen in de sneeuw in Oostenrijk. En daarna ben ik op uitwisseling geweest naar Finland, waarin ik aan de slag ben gegaan met Adaptive Wintersports. En hier kwamen andere studenten vanuit allemaal verschillende landen, zoals Spanje, Duitsland en Finland bij elkaar om met dit project aan de slag te gaan. En daarin heb ik kennis gemaakt met een hele hoop nieuwe mensen en wat meer zelfstandigheid opgebouwd. En heb ik heel veel nieuwe activiteiten leren kennen. Als je de opleiding die ik heb gedaan wil doen, dan zou ik je adviseren om er goed over na te denken of je sporten heel leuk vindt of dat je ook het lesgeven, dus met andere sporten en het andere les willen gaan geven, leuk vindt. Daarin is dus sporten is een middel om dus andere mensen in beweging te brengen. En het is niet alleen maar dat je zelf aan het sporten bent. En het zelf kunnen plannen en het organiseren van je opdrachten is heel erg belangrijk. Omdat je ook in de evenementenbranche terecht zult gaan komen. Waarin je dus communiceren, organisatie heel erg met andere partijen bezig bent.